It's all I wanna do. Yo, Chesto! En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal, Chesto. Vandaag ben ik hier met de GameWolf en Abstabel kanaal. Yes. En wat we doen, gaan doen is een telefoontag. Heel origineel natuurlijk, want wat een telefoontag is. Rubens gaat nu je... Was dat sarcastisch? Wat? Nee, heel origineel is. Ja, dat is heel origineel, maar broer. Het was sarcastisch, maar we gaan bellen. We hebben woorden van jullie die op Twitter zijn achtergelaten in een bakje gedaan. Die van de moet even gaan pakken. Daar staat hij. Oh ja, ik ben liefdevallig als Sam gaat ze heel snel aan mij geven en ik moet zeggen, en wie de meeste woorden dus, even zien, wie de meeste woorden raadt, die wint! Die wint en de verliezers doen niks. Oké, okay, laten we doen. Nee, de winnaar krijgt een koekje, weet je nog? Oh ja, de winnaar krijgt een koekje, ja. Bel. Oké, okay, let's go. We. Hier komt het. Oké. Het eerste woord is... We editen het Instagram. Goedenavond. Goedenavond met oma de oor. Hallo. Hey, wat verkopen jullie allemaal? Nee, ik heb één woordje. Nee, ga weg. Ik had deze. Uit de baarmoeder gerukte cavia. Nee. Hey, ik wil nog een keer. Kom, we gaan gewoon een paar keer achter elkaar tot er gewoon een beetje goed tussen zit. Nee, deze doen we ook gewoon tussen de video. Ja, maar kijk. Oké, mensen, Chess, luister even. Ik wou dit zeggen. Ik wou zeggen, verkopen jullie ook uit de baarmoeder gerukte kaas? Maar toen ik dit zag, moest ik lachen. Dan moest je gewoon gelijk zeggen. Ja, dan had je tenminste twee woorden gehad. Oké, Chess krijgt revanche. Niet de andere, een ander restaurant. Okay, ander restaurant. Want dit was een rare Chinees. Oké, hier, dit is een ander. Oké, snel, kom op. Ja, bel me. Oké, heb je een kaartje? Oh, witte chocoflok. Oké. Witte chocoflok. Trouwens, alle woorden die gezegd moeten worden komen in het scherm. Dus, oké, let's go. Hallo, mensen, hier is aan het iemand. Hey, goedenavond. Verkoopt u ook Bami? Bami Goring? Ja, met witte chocoflokken. Bami Goring met wat? Met witte vlokken. Witte kopje? Ja, of krijg je daar dan een mandje bij? Mag maar wel even de nummer zeggen? Waar is het nummer? Weet ik niet uit mijn hoofd. En nu? Ja, het staat op mijn stoeptegel. Sorry? Het staat op mijn stoeptegel. Bij u. Sorry? Ik kan niet goed gehoord. Nou, op mijn stoeptegel staat geldbol. En daar staat het nummer op. Welk nummer is dit? Ja, oma de oor. Sorry, ik weet niet. Mag wel bij onze restaurant doen. Ja, ik snap wel, maar ik wil graag een dikke dildo. Zwinkelbakje. Nou, die was fucking goed. Ja. Oké, ik ga. Kom op, ik ga naar midden. Nu is het aan Rubens, jongens. Dus, ja. Okay. Laat mij niet midden. Holy shit. Oké, nu is Rubens aan de beurt. We zijn even op een plek gezet. Dus schuif een beetje op, man. Oh, hey, what the fuck, man? Daar gaat de camera. Oké, lekker knusjes. Maar, oké, Sam, wel. Oké, daar gaat hij. Sam, hou bij de camera. Oké, woord nummer 1. Dit is woord nummer 1. A few inches later. Ja, oké. Restaurant, als je goedemiddag. Hallo, een hele goede middag. Ik had een smikkelbakje bij jullie besteld, maar ik ben hem verloren. Dus is er misschien een mogelijkheid dat ik met een mopmenu mijn geld terug kan krijgen? Sorry, wat? Ja, ik versta het ook niet zo goed, want ik heb oma door oor. En is het een... Nog eentje bellen en ik stuur echt de politie op je af. Maar uit de baarmoeder gerukt cavia is dat... De popo komt! De popo komt! Nee. Kijk, nu is het dus de beurt aan Sam, want Rubens, ja, die werd eigenlijk net een soort van bedreigd. Want de politie zou gebeld worden als we nog één keer belden. Yes. Dus zullen we gewoon als laatste, als we dan gewoon 80 likes kunnen halen, gewoon één keer nog dat restaurant bellen onze excuses. Maar nu willen we wel 80 likes. Nee, 80 halen we sowieso. Oké, maar dan gaan we dan 150 likes en we bellen dat restaurant weer. Oh ja. Zonder excuses, gewoon weer een prank. Maar dan gaan we gewoon in de Skype call dat doen. Ja. Oké. Dan gaan we beginnen met Sam nu. Sam's eerste woord is stoeptegel. Nou, oké, dan gaan we bellen. Oké. Dan gaat die jongens. Nee. Ja. Dat is de val.
Hallo, spreek met Erik. En hallo, ik zag uw nummer van dit restaurant zijn op een stoeptegel. En ik zou wel graag willen eten. Ja? Maar ik heb wel een vraagje. Dus, geven ze ook eten zeg maar in mandjes of zo? Ja. Echt waar? Het is een restaurant, ja? Wat zegt u? Heeft u een dikke dildo in uw mond of zo? Het is een Oriapalo, hè? Ik hoor niet goed wat u zegt. Want ik ben wel graag geld wil, dus ik geef niet altijd veel geld uit. Ja, moment, hè. Ik hoor niet goed wat zegt u? Heeft u een bakje water in uw telefoon gedaan of zo? Papa, hallo. Hallo. Ja? Ik hoor wat zegt u? Ja, wat zei u? Oh nee, ik zei niks. Ik zei alleen hallo. Ja, zeg maar. Oh, ja, nou, ik was dus laatst aan het eten bij jullie en toen zat er een soort van bolletje tussen me eten, wat leek een beetje op een dikke puist, was met mijn moeder toen. Ik weet niet. Ik versta niks. Wat zegt u? Ik versta niks. Oh, heeft u nou misschien een beetje autodown of zo? Ja, wat bedoel jij? Nou, ik was aan het eten met van die rijst, weet je, maar het leek een beetje op witte chocovlokken en... Ja, ik weet niet. Ja. Hoe weet niet. Ja, ik zei dus net dat er zo van bolletje tussen zat. Leek op een soort van dikke puist, maar. Ja. Ja, we bestelling van eten, of niet? Nee, ik vertelde dus een klacht, want wat ik laatst aan het eten was. Want, ja. Het eten leek een beetje op een uit de baarmoeder gerukte cavia bij elkaar. Een beetje die ik vermoord was. En toen was ik vandaag met een penisprikkel. Verstandig. En ja, toen was er een Taoli Chinees. Heb je hier gegeten of niet? Ja, met oma door. Wanneer? Vorige week vrijdag, als het goed is. En toen had ik ook nog een smikkelbakje erbij besteld, want ik had best wel veel honger. Want ik had wel extra eten en dat deed ik via het mopmenu. Ja, is met de andere manier. Ja, uw moeder. Doei. Oh! Oh! Je hebt alles. Je hebt alles. Deze fan was zo dom. Ik versta nu. Je kon net zo goed al die briefjes achter elkaar gaan voorlezen. Nou, Sam is dus de winnaar. Chester. Hey, ik krijg een koekje. Hou jij even een koekje voor Sam? Ik hou een koekje. Sam heeft wel die een lolly. Dus, pak er maar één. Cola is waar. Ze zijn allemaal blauw. Wil je ook een mensen? Gewoon omdat je derde bent. Nee, ik krijg een lolly, want ik heb gewonnen. Dat moet toch speciaal zijn. Is goed, jongens. Hé, jongens. Super erg bedankt voor het kijken. Wat de Rutger zei. Als we de 150 likes halen. Zo. Als we 150 likes halen. Dan komt er weer een nieuwe prank al op dit restaurant. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de video van morgen. Jongens, super erg bedankt voor het kijken. Lappa. De volgende keer. Doei.